De gemeenteraad van Tiel heeft in het verleden opdracht gegeven om te bezuinigen op het budget van evenementen. Daar is ruim 700.000 euro mee gemoeid. Wethouder Melis had voor zo'n 70.000 euro aan besparingen gevonden, maar de raad gaat deze voorstellen van tafel vegen. Dit naar aanleiding van verschillende bezwaren van evenementenorganisaties. Zo heeft Stichting Vier Stromenland, organisator van het Corso, aangegeven te stoppen als de bezuinigingen doorgang gaan vinden. Nou, het zijn nog niet direct bezuinigingsmaatregelen. De raad heeft gevraagd bij amendement om eens in beeld te brengen waar gaan de subsidies voor evenementen naartoe. Waar zitten mogelijkheden om eventueel daar op te bezuinigen. We gaan nu met elkaar in gesprek. Dat was het voorstel uit de commissie gisteren. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat we met de grote organisatoren, maar ook de kleintjes in gesprek gaan om eens in een open dialoog te kijken wat is er mogelijk, ook in het kader van burgerparticipatie. Tiel is een evenementenstad. Dat vinden we uiterst belangrijk. Dat is de onderscheidende functie van onze stad in de regio. En er is ons veel aan gelegen om dat overeind te houden. Maar het is ook belangrijk dat we met elkaar scherp blijven nadenken over hoe dingen beter kunnen. We hebben als college weer heel bewust naar een lijn gekeken. En die lijn was, je hebt twee mogelijkheden. Je kunt gaan snijden in subsidies en sponsoring. Nou, dat zou heel veel evenementen keihard raken in het hart. En dat wouden we niet, dus dat lieten we ook echt in stand. Dus ook voor de grote evenementen lieten we dat in stand en voor de kleine. Daarmee heb je in ieder geval één probleem getackeld. Het tweede wat we dan zeiden, om dat te kunnen doen, moeten we aan de organisaties vragen meer zelf te gaan doen. Dus dingen die de gemeente deden of doen, neem het vegen, hekken plaatsen, matten neerleggen, wc's neerzetten, ga zo maar door. Allerlei dingen die de gemeente doet voor de organisaties. Daarvan vragen wij dan, doe het zelf. Ga zelf hekken plaatsen, ga ze zelf ophalen. Ga zelf matten neerleggen en ophalen. Nou, al dat soort klussen. Daarmee kunnen we 70.000 euro besparen. Dat was het plan. Nou goed, dat is neergelegd. Daar hebben de organisaties op gereageerd. Daar zijn ze niet blij mee. En de gemeenteraad heeft daar nog eens goed naar gekeken. Althans, moet het even formeel goed zeggen. De commissie Samenleving heeft er goed naar gekeken en de eerste reactie is, dat is misschien toch niet onze bedoeling. De gemeenteraad zelf moet daar in oktober natuurlijk nog over gaan spreken, maar als je luistert naar wat in de commissie is gezegd, dan zegt de gemeenteraad zeer waarschijnlijk in oktober, dit plan gaat toch wel te ver. Het zou toch verstandig zijn om even opnieuw naar de zaak te gaan kijken. En ga ook eens goed kijken, wethouder, naar de ambtelijke uren. Kan dat niet op een andere manier? Ligt daar geen ruimte om tot een besparing te komen? En ga dan ook nog eens samen met de organisatie om de tafel zitten om wat dieper te gaan kijken naar wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. En probeer dan met een ander plan te komen. Ik denk dat dat de uitkomst zal zijn van de gemeenteraad van oktober.